Eco Black Friday. Alida, het woord is aan jou en dankzij jou gaan we van een berg plastic naar veel minder plastic, hè? En al de rest. Dus vertel maar, de floor is yours, zou ik zeggen. Ja, absoluut. Dus dat is al jaren terug, dat we er eigenlijk voor gezorgd hebben dat we 88% minder plastic in ons bedrijf hebben. Vroeger, bijvoorbeeld, hè, waren al onze producten in van die plastieke potten. Hup. En nu is dat karton en het eerste plastic dat er nog aan is, hup, is dit. Dus hier is aan. Dat is een gigantisch verschil. Hè? Dat zijn dezelfde koeken. Dat zijn jouw favoriete koeken ook. Deze is met pure chocolade, nu met witte chocolade. Ah, dat zijn mijn favorieten. Voilà. Maar ik wil maar het verschil duidelijk maken. Dus al onze producten zitten nu in kartonnen kokers. En we hebben daardoor 88% minder plastic. Maar dat is niet het enigste. Wat we ook gedaan hebben, is geïnvesteerd in een shreddermachine. Vroeger moesten wij... Vertel even wat een shreddermachine is, hè? Dat ging ik nu doen, Alain. Oké. Ik denk, wat is dat? Nee, dus vroeger moesten wij van papier, papiersnippers en zo van die zaken moesten wij aankopen om onze pakjes in te pakken. Wat we nu doen, eigenlijk al sinds een half jaar, al het karton dat we over hebben, dat gaan we in zo'n shreddermachine steken en dat maakt repeltjes. En die repeltjes gebruiken we dan om jullie pakjes op te vullen. Die zitten in uw online pakjes, hè? Want ik kan zo eentje gaan halen om te laten zien, maar dat is eigenlijk... Als wij aankopen, dan komt dat altijd in karton en nog karton, want ja, dan mag niks aankomen aan ingrediënten. En die kartonnen steken we in dat machine. En onder dat gebruiken meer, we als onder meer. Er zijn producten die binnenkomen en dat op elke palet ligt er bijvoorbeeld zo'n groot kartonnen vel. Maar ja, daar kun je daar niks mee doen, buiten weggooien. Wij hebben veel minder, vroeger hadden wij elke week een gigantisch grote container. Dus niet van die kleine containers, maar van die gigantische grote containers vol met karton. Nu hebben we nog maar één keer op de maand. Dus dat is eigenlijk ook wel echt circulair gaan werken. Dus het karton dat we binnenkrijgen, dat gaan hergebruiken, shredden en dat in jullie pakjes doen. En dan het laatste, maar dat is toch ook al toch een jaar dat we daar... Eigenlijk is dat al een jaar? Ja, een jaar dat we daarmee bezig zijn. Het CULT-project. We communiceren daar niet echt over, maar... alle pakjes die in Centrum Antwerpen, dus dat zijn eigenlijk wel een hele hoop postcodes. Een hele hoop postcodes, daarin worden onze pakjes CO2 neutraal geleverd. Hetzelfde begint nu ook in Brussel. Dus wij werken tezamen met Bpost en met CULT om sustainable en CO2 neutraal te leveren. Wat wil dat dus zeggen? Wij doen dat natuurlijk niet alleen, hè? Dus dat is... Een organisatie, en wie zit daar nog in? Ice Adventure zit daarin, Torf zit daarin, Telenet zit daarin. Alida, dan zitten wij bij de grote der aarde, grote der België. Die stapje voor stapje mee aan duurzaamheid werken. Maar dat is ook duurzaamheid, niet alleen op het ecologische vlak, maar dat is ook de logistiek in de steden. Om eigenlijk... Ik denk dat wij dan nog de prijs krijgen, want het ging deze ochtend op LinkedIn, was er nog Nico Volderik, dat is het opperhoofd van, wat is dat? Van Unizo. Ja. En die zei van... Wat kunnen onze handelaren nog doen tegen Temu en toestanden? Ik zeg, ja, tegen de eindconsument, gelijk dat jullie fantastisch zijn, koop niks uit China, wij doen dat ook niet. Voilà. Ik denk dat dat belangrijk is. Koop gewoon duurzaam. Voilà. Wij produceren hier duurzaam, achter die muur. Ik denk dat dat...